Goedenavond, mijn dierbaren. Vorige keer spraken wij over de altaarkus, de bewieroking van het altaar, over het introitus en tenslotte ook over het kyrie. Vandaag gaan we verder met deze bespreking van de liturgie. We zullen ons toeleggen op het gloria, de collecta en de voorbereidende gebeden die daarbij behoren. Starten wij met een Onze Vader. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius V, bid voor ons. Nou, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Christus beminden. Na de litaniegezang van het Kyrie Eleison stemt de priester het Gloria aan. Het Gloria komt oorspronkelijk uit de Oosterse christenheid. Niet echter uit de Heilige Mis, maar wel uit het breviergebed. Dit fenomeen hebben wij reeds gezien bij het Confiteor, dat uit de priem van het breviergebed kwam en zo in de Heilige Mis terecht kwam. Het Gloria werd omstreeks het jaar 530 ook in de Romeinse kerk gebeden. Althans, daar zijn er aanwijzingen voor. Het is ook duidelijk dat het Gloria van de Heilige Mis niet door één persoon is vervaardigd, maar in de loop van de tijden rijker en rijker is geworden. Het is als een mozaïek dat wonderbaarlijk samengevoegd is. Een mozaïek van dichtstukken. Het lijkt alsof dat een koor van zangers elkaar afwisselt om Gods lof te zingen. Een theoloog schrijft zelfs heel mooi: het Gloria lijkt alsof er kinderen van een gezin competitief koosnamen tegenover hun ouders toewerpen. Oorspronkelijk werd het Gloria enkel maar op het hoogfeest van Kerstmis gezongen. Wat is de reden? Eigenlijk is die klaarblijkelijk. De traditie verhaalt dat engelen op de eerste kerstdag, de geboortedag van onze heiland, het Gloria zongen boven de geboortegrot van onze Heer. Dat was de eerste vleeswording, menswording van God. God werd een kind, neergelegd in een kribbe en in doeken gewikkeld. De kerk erkende in de Heilige Mis een nieuw kerstmis. Jezus daalt namelijk tijdens de Heilige Mis neer in de heilige hostie, wordt op de doeken van het altaar gelegd, het corporale, en wordt dan in de kribbe van de kelk en de ciborie ondergebracht. En daarom was het Gloria, het kerstgebed, de kerstzang, de miszang bij uitstek. Oorspronkelijk, mijn dierbaren, mocht het Gloria echter alleen maar door bisschoppen gebeden of gezongen worden. Waarom? Het Gloria komt, zoals aangegeven, voort uit de gezang van de engelen op de velden van Bethlehem. De eerste christenen beschouwden in navolging van de interpretatie van de heilige Paulus, maar ook van de heilige Johannes, de bisschoppen als vleesgeworden engelen. Natuurlijk, men zag dat zij mensen waren, maar men dacht dat zij de plaats aannamen van de engelen op aarde. De bisschoppen dienen althans de engelen in heiligheid en in wijsheid en in dienstbaarheid tegenover God na te volgen. En daarom was het Gloria een bisschoppelijk privilege. De bisschop was bij het aanstemmen van het Gloria oorspronkelijk niet het tabernakel toegewend, maar wel naar het volk gericht. Als het ware om het volk een grote vreugde te verkondigen, net zoals de engelen aan de herders van Bethlehem. De bisschop diende zoals de herders te vertellen: Christus de Redder, de tweede persoon van de Allerheiligste Drievuldigheid, is eindelijk op aarde neergedaald. Het vervolg van het Gloria na de aanstemming
bad de priester richting het oosten, richting Jeruzalem, richting het tabernakel, zoals wij vandaag de dag nog steeds doen. In de 11e eeuw roerden de priesters zich en zij stelden de vraag waarom ook zij niet het Gloria mochten zingen, tenminste op Kerstmis. Dat werd hen snel toegestaan. Nadien werd de Gloria-gezang ook toegestaan op Pasen. Later ook bij de priesterwijding, als ook in de bezitname van een nieuwe parochie. Ten slotte kreeg men toestemming om het Gloria te zingen bij alle missen, waarin het breviergebed ook het Te Deum wordt gebeden. Aldus op zon- en feestdagen en de feesten van de heiligen. Wat is eigenlijk de betekenis van het Gloria? U herinnert zich. In het Kyrie hebben we God om erbarming en om verlossing gesmeekt. In het Gloria bekennen wij dat de verlossing is geschied, dat wij gered zijn. Het Kyrie is dus eigenlijk een gebed van het Oude Testament. Het komt van de psalmen voort en kan de advent symboliseren. Het Gloria symboliseert het nieuwe verbond en het kerstfeest. En die gedachte brengt ons in vreugdestemming. Een vreugde die de priester uitdrukt doordat hij bij het aanstemmen van het Gloria zijn handen in de lucht steekt. Neem uw missaal te hand, mijn dierbaren, en bekijken wij eens de tekst van het Gloria van naderbij. Eer aan God in de hoge en vrede aan de mensen van goede wil. Deze zin, mijn dierbaren, komt voort uit het Lucas-evangelie. En het drukt uit waarom we het heilig misoffer opdragen. Eer aan God, tot meerder eer van God en tot vergeving en bekering van de mensen die dat kunnen als zij van goede wil zijn. Daarop volgen lofprijzingen in het Gloria, mijn dierbaren, specifiek op God de Vader. Als eerste staat er geschreven, Laudamus te, wij loven u. Lof is de hoogste acte van godsverering, vergeten wij dat nooit. Bidden wij niet enkel maar om te vragen, maar ook om de majesteit van God te lofzingen. Bij de lofprijs zien wij namelijk af van onszelf en van onze aangelegenheden. Men heeft de blik op God. Wij loven en prijzen en danken God. Niet om iets van God te ontvangen, maar gewoon omdat hij simpelweg innerlijk waardig is voor oneindige schoonheid en heerlijkheid lofprijs te ontvangen. Propter magnam gloriam tuam, zo zingen wij. Dit deel van het Gloria is dus een uitdruk ook van fierheid dat wij kinderen God zijn en zulk een prachtige vader bezitten. Na het stuk van het Gloria aan God de Vader toegewijd, richt het Gloria-gebed zich nu tot God de Zoon, Jezus Christus. Hij is de middelaar. Hij is het goddelijk lam. Wij zingen, Heer enig geboren Zoon, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonde van de wereld, ontferm u over ons. Gij die de zonde van de wereld wegneemt, ontvang ons smeekgebed. Mijn dierbaren, als vanzelf herkent u zeker een soort van litanie. En dat is juist. Het is een overblijfsel van een litanie. Ten slotte, in het stuk van God de Zoon in het Gloria, beklemtonen wij ook dat Christus de Zoon van God is en daarmee God zelf, die zit aan de rechterhand van de Vader. Men benadrukt tenslotte ook dat er slechts één ware God bestaat. Vader en Zoon en de Heilige Geest zijn één God. En naast hen bestaan er geen goden. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Er bestaat, mijn dierbaren, geen ecumene in het Gloria. In het laatste stuk van het Gloria wenden wij ons de Heilige Geest toe, God de Heilige Geest. Cum Sancto Spiritu in Gloria Patris. Het is een bekrachtiging
van deze geweldige hymne op de eenheid van de heilige drievuldigheid. En men maakt bij deze woorden een kruisteken, quasi als bevestiging van dit geloofsartikel. Eén God in drie personen. De mysticus, Pater Royce, de priester die tijdens het celebreren van de heilige mis de onzichtbare zaken mocht aanschouwen die bij het heilig misoffer geschieden, zag bij het Gloria het volgende. Hij zag hoe de engelen het Gloria met de priester en met het volk meebaden en alle hoofdbuigingen meemaakten richting het tabernakel. Bij bepaalde woorden kwamen er vuurtongen uit hun monden, als ook vanuit de monden van de menselijke biddenden. Een beeld van liefde en welgevallen. Pater Royce merkte ook dat God bijzonder welgevallen had als het Gloria door de kinderen werd gezongen. Hij zag hoe de Gloria-zang in vele harten indrong en het onheilige eruit wegtrok. Komen wij nu tot ons tweede punt. De collecta, of anders genaamd de oratio. Collecta in het Latijn betekent samenvatting, bundeling. Samenvatting, bundeling van alle smeekgebeden van de gelovigen. Om de collecta juist te interpreteren, dient men de oorspronkelijke volgorde van de heilige mis voor te stellen. Na het Kyrie direct de collecta, zonder de hymne Gloria ertussen. De kerk meende, nadat zij alle door de gelovigen voorgebrachte intenties had gehoord, waarop de gedoopten Kyrie eleison hadden geantwoord, dat ook zij haar algemene gebedsintentie moest formuleren, moest naar voren brengen. En zij doet dat door het gebed, de oratio. Het gebed in de voormis is trouwens ook het enige gebed dat de priester zelf moet verrichten. De voetgebeden bidt hij met de diaken. Het introitus kan gezongen worden door de schola. Het Kyrie eleison doet men met de gelovigen. Het epistel wordt verricht door de subdiaken. Het evangelie door de diaken. Maar de oratio, de collecta, moet door de priester gebeden worden. Alleen hij kan als nieuwe Christus, als enige middelaar tussen God en de mensen, dit gebed verrichten. De oratio zelf wordt ingeleid door een nieuwe altarkus en het Dominus Obiscum. Deze altarkus kan geïnterpreteerd worden als zijnde dat de priester zich eerst met Christus moet verenigen, vooraleer hij zich het volk kan toewenden, in predicatie of in apostolaat. De priester dient een levende verbinding met Christus in stand te houden. Anders is hij werkeloos. Het Dominus Obiscum dat op de altarkus volgt, komt uit het Oude Testament. Meer bepaald uit het boek van de rechters. We vinden het Dominus Obiscum ook terug in de woorden van de engel Gabriël aan ons lieve vrouw. En Dominus Obiscum komt ook meervoudig terug in de brieven van de heilige Paulus. Het Dominus Obiscum als voorbereiding op de oratio is een heel diep woord. Hebt u er ooit bij stilgestaan dat bij het Dominus Obiscum een wens wordt geuit dat twee extremen met elkaar verbonden worden? Dominus Obiscum, God met u. Almacht en onmacht, alwetendheid en dwaasheid, schepper en schepsel, eeuwigheid en tijd. De Heer zij met u. Het is een wonderbaar gebed. Het Dominus Obiscum wordt in de heilige mis 7 maal gebeden. In de middeleeuwen zagen de mensen daarin een zegenwens om de 7 hoofdzonden uit de zielen van de gelovigen te verdrijven. Soms interpreteerde men het ook als de wens van de priester dat de 7 gaven van de Heilige Geest de gelovigen mochten toebedeeld worden. Interessant en mooi is ook dat de priester zich bij het Dominus Obiscum 5 maal naar het volk omdraait
en twee keer richting het altaar blijft staan. De vijf keren richting het volk worden geïnterpreteerd als de vijf verschijningen van ons lieve Heer op Pasen die in het evangelie opgetekend staan. De twee keren dat de priester Dominus Obiscum uitspreekt richting het tabernakel kan men interpreteren als Christus die staat voor de rechterstoel, voor de tronen van de wereldlijke als de geestelijke overheid tijdens zijn heilig lijden, Pilatus en Caiaphas. Het Dominus Obiscum, mijn dierbaren, is ook niet zomaar een gesproken woord, dat weten wij reeds. Maar het heeft alles in zich om een bijzondere kracht, een bijzondere zegen te bezitten, zoals alles in de liturgie. Het is een zegen waardoor enkel de priester en de diakens hem mogen uitspreken. Als andere clerici bijvoorbeeld een gebed voorbidden van een breviergebed of een litanie, dan mogen ze enkel maar zeggen: Domine exaudi orationem meam. Heer, verhoor mijn gebed. Maar omdat dit een zegen is, Dominus Obiscum, behoort het de priester en de diaken toe. Een theoloog heeft ook nog een mooie interpretatie, een sterkende interpretatie. Het Dominus Obiscum is een bede dat Jezus als goede herder bij zijn schapen mag zijn. Dat hij bij hen blijft en nooit in de steek mag laten. De Heer zij met u. Onze lieve Heer zal steeds bij ons zijn als de wolf komt. Het is een balsem voor onze ziel. De heimwee naar de heiland en de angst voor de zorgen wordt met eenheid weggewerkt. De Heer zij met u, degene die alles kan, die alles in de palm van zijn hand draagt. Hij is onder ons. Heb moed, strijdende ziel. En denken wij vaak aan deze woorden. Het antwoord van de gelovigen op het Dominus Obiscum luidt: et cum spiritu tuo. De heilige Johannes Chrysostomus, reeds in de vierde eeuw, erkent daarin een verwijzing naar de inwonende genade, de inwonende kracht van de Heilige Geest in de priester. Het volk bidt dat de Heilige Geest hun priester mag bijstaan om de oratio op de juiste manier te verrichten, om de juiste manier van voorspraak in te leggen bij God. Vervolgens schrijdt de priester van het midden van het altaar naar het missaal terug, zegt: Oremus, laat ons bidden, en steekt de handen in de lucht. We hebben reeds gezien dat dit een teken is van verlangen naar hulp, naar verlangen naar verhoring, maar dat men ook niets, God, in ruil kan aanbieden. Reeds in het Oude Testament stak Mozes de handen in de lucht om de kracht van God op aarde te doen gelden. Bijvoorbeeld bij de veldslag tegen de Amalekieten. Zolang Mozes de handen in de lucht stak, won het Joodse leger. Zodra er echter Mozes de armen vermoeid liet zakken, won de tegenpartij. De eigenlijke oratie is typisch Romeins opgebouwd. Dat betekent kort en bondig. De oratio is daarmee een gebed van het verstand. Een gebed door het verstand geproduceerd, wat de hoogste kracht in de menselijke ziel is. En niet louter uit gevoel. God is een geest. En een geest bezit enkel verstand en wil en moet dus ook zo benaderd worden. De oraties zijn dus bovendien ook structureel steeds op dezelfde manier opgebouwd. Dat hebt u zeker al opgemerkt. In de allermeeste gevallen is de oratie tot God de Vader gewend. Tot hem gericht wordt hij aangesproken met Almachtige Vader, Eeuwige God. En na de aanspreking van God de Vader volgt er steeds als tweede een motief voor de daaropvolgende smeekbeden. Soms is het motief het opgegeven liturgische feest. Heer, die wij vandaag het doopsel van uw zoon herinneren, of dergelijk. Het afsluitende stuk, de afsluitingszin, is altijd een uitdrukking van het middelaarschap van Christus.
Bijvoorbeeld het albekende per Dominum Nostrum Jesum Christum, of gewoon per Christum, Dominum Nostrum. Onze Heiland heeft ons namelijk geleerd dat wij alles zullen verkrijgen indien wij het in zijn naam vragen. Voor ons zielenheil. En de kerk geeft acht op deze aanmaning van de Heiland. Afgezien, mijn dierbaren, van de oraties van de nieuwere feesten, zoals bij het Heilig Hart of bij Christus Koning, komen al onze huidige oraties uit de vijfde eeuw. Uit de vijfde eeuw. Ze zijn eeuwen oud. Sinds de vijfde eeuw zijn zij door de kerk geformuleerd en nog steeds houden wij eraan vast. Enkel in het aantal van gebruikte oraties is er verandering gekomen. Soms waren er tijdens het heilig misoffer 7 oraties na het Gloria. Zodat de mis eigenlijk langer en langer werd, want deze 7 oraties worden herhaald, en met andere woorden, bij het Secreta als bij de Postcommunio. Omdat de mis dan te lang werd, werd de huidige regel ingesteld dat er maximaal 3 oraties op elkaar mogen volgen. En daarbij volgt men onze lieve Heer zijn voorbeeld na van zijn gebed in de Hof van Olijven, waar hij ook slechts, volgens de Heilige Schrift, 3 maal heeft gebeden. Zodra de priester de woorden van de oratie uitgesproken heeft, antwoorden de gelovigen enthousiast en luid en beslist: Amen. Letten wij er ook op, mijn dierbaren, dat dit te horen is aan het altaar. Dat het overtuigd is uitgesproken of overtuigd wordt gezongen. Men wil toch voorspraak voor uw aangelegenheden bij God? Het is een bevestiging dat u toestemt in alles wat de priester voor u bidt bij God de Vader. Aldus, Christus, we winnen tenslotte van deze huidige overweging. Overwegen wij weer het gezegde. Maken wij het ons eigen, dat het niet enkel maar gesproken woorden in de wind blijven, maar eigen goed. Een geschat die wij meenemen naar het misoffer, om het misoffer bijzonder bij te wonen, met grotere rijkdom, met meer vrucht. En zetten wij het toch in praktijk op. Met dierbaren behandelen wij het heilige heilig. Dat doen wij met ons verstand en met onze wil, met de juiste gedachten en met de juiste gevoelens. Alles, mijn dierbaar, dat wens ik u alles toe en sluiten wij af en met een gebed tot onze lieve vrouw gericht en de middelares van alle genade. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, mijn dierbaren, dat wens ik u nog een gezegende mooie avond en Gods zegen toe voor de komende dagen. Tot ziens.